Hoi allemaal, vandaag is het 20 januari. Een baret. Ja, ik kreeg een berichtje van iemand, die had op zitten letten. Die zei van, jouw logo, dat is een baret, een snor en een sik. Ja. Hij zegt, waar is die baret dan? Goeie vraag. Kast vol met baretten, maar nog niet opgehad natuurlijk. Dus vanaf vandaag, een baret. Goed, 20 januari. Wat is er 20 januari? Bij mij in mijn agenda, tenminste, geen belangrijke grote gebeurtenissen. Buiten natuurlijk dat de koningin van België jarig is vandaag. Maar ja, een koningin tekenen. Ja. Toen zat ik te denken, waar is een koningin belangrijk in het dierenrijk? Precies, de bijen. En we hebben van de week natuurlijk al een pot honing getekend. Dus ik denk, mooi. Vandaag dan een bij tekenen. Past weer leuk bij elkaar. Dus we gaan een bij tekenen. Doe je weer mee? Goed, de bij. Hoe ziet een bij eruit? Ja, het heeft een beetje zo'n kop zo. Heeft hij van die oogjes. Aan de andere kant ook een oog. Heeft hij van die voelsprietjes zo. En dan heeft hij een beetje behaard lijfje erachter. Wacht even. Een vleugeltje. Er zitten van die. Een groot achterlijf wat gestreept is. Nou, wel anders dan bij een wesp, hè. Zo, en twee van die pootjes. En dan hierachter heeft hij ook nog een pootje zo. Ja, het is ongeveer een bij. Laten we eens even van opzij tekenen, van voorkant tekenen zo. En die voelsprietjes zo. Kijk, het lijkt er al meer op. Ik weet niet of hier zo. Nou, die vleugels, die zijn heel slank hier. En dan naar het uiteinde toe. Beetje fragiele dingetjes zijn dat eigenlijk, die vleugeltjes. En dan heb je daar dat achterlijf van die bij. Met die strepen erop. Nou, dan die achterpootjes. En voorpootjes. En hier ook nog een voorpootje. Zo. Nou, een mooie bij. Willen we dat duidelijker maken nog dat het een bij is. Kijk. En je zou er ook nog van die honingraten bij kunnen tekenen. Dan zeg ik. Oh, dat zijn ook geen makkelijke dingen om te tekenen. Wel leuk om je daar eens in te verdiepen. Hoe dat er precies uitziet. Goed. Nou, diepte ingeven. Altijd wel ook weer leuk. Je ziet, dus als ik eenmaal aan het tekenen ben, dan weet ik niet meer te stoppen. Goed. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!